Schijndel, Dommelsteen, Robbie Gevers, Frank Lathouwers, Wim Kerkhoff, Hans Dekkers, Paul Ringvoort, Cycling Team, Mike Fietstra, Luc Gunter, Tim Arissen, Jaap de Man, Jason van Dalen. Excelsior, Pedro van der Start, Diederik Derek, Klik de Winkel, Nando. Thank you.
uitstaan. Nee, ja, klopt. Ik zat al mee in de eerste vlucht. Ik denk, wat ben ik nou eigenlijk weer aan begonnen? Ik zat weer, eigenlijk ben ik altijd een beetje te geter en ik zat weer mee. En, wat dacht je, nou, wat heb je gedaan? Ja, ik denk, daar zitten we weer. Hè. En, uiteindelijk bleek het wel een goede beslissing een beetje uit het gedrang weg. En, uiteindelijk werden we teruggepakt en eigenlijk reden we gelijk weer opnieuw weg. En, ik ga eens even vragen wie 2 en 3 is geworden. 24, 25. Goed, Jasper Bovenhuis is 2, dat weten we alvast, maar die won de sprint van Lars van der Haar. Die mogen zich over zo meteen ook melden. En dan die finale, daar zit er nog eenmaal achter jou, Robin CEO. En die ziet dan langzaamaan leeglopen in de beentjes en denkt je, ja, nou moet ik alles geven, dan moet de rest gewoon weer terugkomen. Nee, ik vond Robin al heel goed, eigenlijk hard rijden en ook soepel draaien. En, ja, ik zag hem eigenlijk wel iets dichterbij komen op een gegeven moment, maar ik denk dat hij bleef hangen op een seconde of niet. Ik denk ik moet gewoon blijven rammen en dan hoop ik dat hij niet dichter komt en dat bleek ook het geval. En ik ben gewoon blijven rammen en gewoon de grote plaat blijven draaien. En, kassei de laatste keer waren nog wel heel lastig, maar ik vond het een topstand. Er waren er 2 van voren weg en die kwamen niet meer terug. Ja, nou ja, ik zit mee en ik was al niet meer helemaal goed. Alleen ja, ik weet dat als het van goed om gaat, dan moet je alles geven wat je hebt om mee te gaan. Toen heb ik het heel vals gespeeld om gewoon niet over te nemen en het hun laten te doen. En, we hebben ze heel goed gespeeld. Ik heb nog wel 5-6 keer mee kunnen springen. Maar die 7e keer dat hij ging, daar moest ik ook even het hoofdje buigen. En hij blijft sterk weg. En uiteindelijk komt de man van Koga, die komt nog terug. En dan rijden wij voor de 2e plaats. Maar ja, daar was ik ook nog wel even netjes aan het linkerballen. Want ja, ik zat er ook gewoon doorheen. En, daar komen er nog een paar terug en Jasper die maakt die sprint mooi af en ik moest toen nog even uit een ingesloten positie komen.
Dit is een mooie, alvast een mooie opsteker. Een mooie weg die je inslaat richting seizoen van koude en natte omstandigheden. Ja, het was even heel een jaar twijfelen hoe dat mijn vorm nou was. Omdat ik alleen maar zwaardere wedstrijden heb gereden dan het jaar ervoor. En als ik dan hier zo kan rijden, dan dat geeft wel een beetje vertrouwen naar de winter toe. Ik was goed vandaag en ik had het misschien anders in kunnen vullen. Nou, goed weet ik niet, maar als je zo in die finale zit en met de ingang van de laatste ronde op de kasseienstrook zit je achter de val van Joey en ze rijden nou weg. Ja, dan baal je al flink natuurlijk, vooral als je in de sprint er zo uitklapt. En dan zie je die zwarte duivel wegrijden uit het Zeeuwse en dan denk je, Goshinoki, daar gaat hij weer. Ja, want toen ik bij de groep bij last kwam was hij al weg. En toen was ik ook bang van, ja, die gaan we waarschijnlijk niet weer zien. Want die heeft meestal de pace wel goed op liggen, dus dat wordt lastig. Ja, en dat bleek allemaal weer. Dit is de man van Wenen Continental Team, hier is Brian van Goedem! Anne, dat doe je goed. Ik zou er maar eens bij gaan staan, Anne. Kruip maar eens naar boven. 1, 2 en 3 door, laat u horen voor Brian van Goedem, Jasper Bovenhuis en Lars van der Haar. Wat een mooi podium. Mooie foto's genomen.